Kijk Jan. Met een motor uit. Ja. Oké. Okay. Dat was hem, hè? Dat was hem. Heb je gecontroleerd of hij vast zat? Om even terug omhoog te draaien. Even omhoog draaien, hè? Kijken of de auto mee komt. Ja, ja. Heel keurig. Hey, wat controleer je zo al allemaal hier? Of alles beugelijk hier zit bevestigd. Ja. Waar let je dan op? Nou, in ieder geval of de remkabel eraan zit. Ja. Of het, de... Hoe werkt de remkabel? Als de kop van de aanhanger van de trekhaak afgaat, dan trek je de kabel op waardoor de handrem omhoog gaat. Ja, en dan gebeurt er? Gaat de trailer op de rem, dan stopt. Ja, dan gaat de trailer op de rem, maar dan moet er nog wat gebeuren. Ja, dan zo, dan moet hij eraf schieten. Ja, dat is, hij is eraf geschoten, ja. Er moet nog wat gebeuren. Als dat niet gebeurt, zou het heel gevaarlijk wezen. Hij zou moeten stoppen. Nee, het kabeltje moet breken. Ja, hij zou af moeten breken. Waar breekt hij op, kabeltje? Op zijn... Ik denk hier op zijn aansluiting. Ja, daar. Hier onderaan. Dit oog is een breekoog. Ja. Zacht metaal. En dit oog is zacht metaal. Dus daar zou en vaak heb je ook dat deze klem losbreekt. Dit is ook nog een beveiliging. En want soms heb je die breekogen er niet aan en dan werkt dit als beveiliging. Ja, als beveiliging. Ja? Ja. Nou, het slot is een van de weinige sloten die erop mogen onder het rijden. Maar hij kan wel losschieten. Ja. Maar hij kan niet afgestolen, eraf gehaald worden om te stelen. Je kunt hem niet meenemen. Als je hem nu los zou koppelen zonder het slot eraf te halen, krijg je hem niet omhoog. Hij blijft er maar hij kan wel losschieten. Als je van de auto losbreekt, dan is dat geen probleem. Yes? Yes. Wat zit hieronder? Er zit een cilinder onder. Wat doet die cilinder? Die remt de aanhanger mee. Ja, een demper, hè? Hij dempt. Schokdemper. Ja, hij vangt de klappen van de aanwagen op, hè? Ook zaak dat je dat al goed onderhoudt met een beetje vet in af en toe. Vet spuiten, ja. En wat gebeurt er als het rubber kapot is? Dan krijg je veldering. Dan weet je dan krijg je veldering, ja. Ja, heel goed. Nou, scheurtjes had je erover. Hoe kun je scheurtjes herkennen in je dissel? Aan kleurverschil? Roest, hè? Roest. Roest, ja, roestplekken. Dan heb je vaak dat het gegalvaniseerd is. Niet goed is en dan kan er daar een ja. Nou, wat controleer je nog meer? Leg eens uit. Of je zelf het vast zit, in ieder geval bij deze aan. Ja, hetzelfde, allemaal elastieke heel zijn. Yes. Hier zie je dus, laten we even aan de andere kant gaan staan. Ja, hier zie je dus een vaste en een lichte reflector. Jullie zien eraf. Ja. Hier nog wel. Ja, ja. Mag die vaste eraf? Is dat toegestaan? Nee. Dus we zijn strafbaar eigenlijk. Nee, dit mag nog zo, want je hebt, dat mag wel. Je hebt nog twee oranje reflectoren. Ja, daarom. Die vaste kunnen eraf, hè? Ja. Dat komt, hij was eerst korter, die aanwagen. Later is er een langere dissel opgekomen. Nee. Hij was eerst onder de 6 meter, was hij 5 meter zoveel. En later hebben ze hem verlengd over de 6 meter. En dan, toen moesten de verlichte reflectoren op. Ja. Hey, wat kun je me vertellen van de banden? Die moet je checken op je bandenspanning. Bandenspanning, ja. Op je profiel. Hoe check je dat? Je zegt wel zo leuk checken, maar... Ja, in ieder geval, je moet een beetje rekening houden met je. Kijk of de wangen niet plat zijn, hè? Ja. Ja, verder? Profieldikte, wat er nog op zit. Hoeveel? 1,6. Meter? Laten we dat doen, ja. Millimeters. Ja, nou, dat klopt nog een beetje.
Je moet wel slijtnokjes erin, hè? Ja. Wat je vaak hebt met aanhangwagens, dat je die banden nog wel eens haarscheurtjes gaan vertonen op een gegeven moment. Verdrogen. Ja, verdrogen. Die zitten te lang erop, hè? Vooral in aanhangwagen niet zoveel gebruikt. Dat gebeurt nog wel eens, hè? Hey, als nou aan je zijkant van de band helemaal afgesleten is, hè? Ja. Wat is er dan aan de hand? Dan heb je waarschijnlijk een asterscheef onder staan. Een asterscheef onder, ja, dat is het, hè? Die gaat ja. Frikken. Ja, dat kan. En dan kun je in 50 kilometer of 100 kilometer je band helemaal kaal rijden. Hè? Kaal, ja. Dat staal eruit, ik heb het een keer gehad, het staal eruit kwam eruit. Ja, ja, dan gaat hij uit. Hoe kun je herkennen of de wielmoeren los zijn? Aan je stand van je band? Nee, ook vaak roestpoortje. Dan? Ja, als je roestpoortje is, moet je altijd voorzichtig mee wezen. Hey, achter. Waarom zit er een apart kenteken op? Omdat het een aanhangwagen is met eigen kenteken. Ja, maar wanneer heeft een aanhangwagen een eigen kenteken? Als een laadvermogen hoger is als 750. Ja, inderdaad. Nou, mist achterlicht verplicht, achteruitrijlicht verplicht? Nee. Nee, oké. Okay. Hey, super jong. De lading hadden we al gezien, hè? Ja, vandaag. Ja. Vast. Waar let je op als je laadt? Dat je gewicht goed verdeelt boven je assen. Maar wel je kogeldruk in de gaten houden. Kogeldruk moet ongeveer hoeveel wezen? 75. 75. Te zware verlicht, wat gebeurt er dan? Dan gaat die zwieberen, zwabberen. Slingeren, ja. Oké, okay, super. Oké, okay, Jan, we zouden een proefexamen doen. Hè. We hadden al het voertuig aangekoppeld en controle al even gedaan over de aanhangwagen. Hebben we ook nog even wat vragen over de oude papieren. Ik heb daar ik zal het even laten zien. Kopietje van de. Dit is het aanhangwagenregistratiebewijs. Zo'n ouderwetse ding is dat nog, zo'n lapvel. Weegbriefje, trekhaak, plaatje. Een kenteken van de auto. Dan ga ik even wat vragen over stellen. Wil je het raam even los doen? Net warm zat hier. Oké, hoeveel mag je laden in de aanhangwagen? Volgens het kenteken mag ik 1220 kilo laden. Ja. hoe kun je zien dat, want dat is een beetje raar. Hij weegt dan totaal hoeveel? 540 kilo. Nee, totaal met die lading. 1760. Ja. Maar dat is een raar getal. Hoe komt het nou dat het geen 2 ton is? Want normaal is dat altijd een 2 ton aanhangwagen. Omdat jij... omdat je aanhanger zelf ook... Nee, hij is teruggekeurd, zie je dat? Kun je daar zien dan, bij de bijzonderheden, conversie. Ja. Ja, hij is teruggekeurd naar 760 kilo. Dan hoeven we niet zoveel lading mee te nemen. Wat weegt nu momenteel die aanhangwagen, zoals je nu hierbij staat? Als ik nu hierbij sta, weeg bijna een ton. Echt niet? 610 lading had je? Dan pak je niet gewoon een weegbriefje? Ja, 1180. Ja. Ja, daar zit weegbriefje voor in, hè? Ja. 1180 kilogram. Hey, de lengte van de combinatie, hoeveel is die? Totaal? Ja? Hij is 10 meter 37. Ja, kan hier mooi zien, hè? Ja. Dat is wel leuk. Dat heb je met examen niet, hè? Dat plaatje erbij. Dan moet je dat gewoon weten. Ja. Hier staat wel de 6 meter op, de lengte ja. Van de aanhangwagen, maar van de auto staat er niet op, hè? Nee. Dus dat is heel goed, jongen. Ja, heel goed. Ja, super. Nog één vraag en dan gaan we rijden. Wat is het voor soort aanhangwagen? Het is een tweeassige midden aanhangwagen met een open constructie. Ja, je kunt het zeil eraf halen en tot 4 meter beladen, had je al gezegd vandaag. Ja. Nou, super. Dankjewel. Mag ik het formulier weer in de stoel stoppen? Nou, succes zou ik zeggen. Nou, een stukje rijden. De bedoeling is dat je lekker voor jezelf rijdt, als kan inhalen. Lang voertuig is altijd heel anders rijden dan, dat hebben we al op getraind vandaag. Hè. Ja. Dat je heel anders met het verkeer om moet gaan. De fietsers inhalen is veel gevaarlijker en kruispunt oversteken is veel lastiger. En dan moet jij op een goede manier op inspelen. Hè? Succes! Nou, mag je even de remtest doen? Even een keer een klein noodstopje maken. Dan nog iets steviger, hè? Even rijden nog een keertje. Dan iets steviger doen.
Ja, stevige remmen. Ja, keurig jong. Dat is. Oké. We gaan zo linksaf hier. Rechtsaf, sorry. Kijk Jan. Dit is een plekje, doen ze op het echte examen ook vaak de oefening, we gaan rechtsaf. Hè? Nou, genadebocht wil even rechts stoppen. Rechts? Ja, stoppen even na de zijweg rechts. Kom maar. Ja, stop maar. Hè? Nou wil ik graag dat ze, dat doen ze op examen ook heel vaak hier, dat je even keert met behulp van die zijweg daar verderop waar nou die vrachtwagen rijdt. Hè? Mm-hmm. De vrachtwagen hebben we geen last van, deze, waar die fietsen nu rijdt, die zijweg. Ja. En hoe gaan we dat aanpakken, Henk-Jan? We gaan hem rechtuit naar de lantaarnpaal te zetten, die we op onze weg hebben. Ja, op onze weg, wat bedoel je daarmee? Die we, waar de vrachtwagen nu staat, daar gaan we hem oplijnen en dan gaan we op onze eigen kant. Op de linkerkant bedoel je? De linkerkant gaan we hem. Maar zet je hem nou rechts neer of links neer? Ik zet hem links neer. Ja, bij de lantaarnpaal. Ja, oké. Ga je gang. Doe maar. Dan stappen wij, als we daar aangekomen zijn, stappen wij uit. Hè? En dan staat hij al mooi een beetje in de knik, hè? Dat heb je netjes gedaan. Dat even laten zien. Kom maar. Nou, belangrijk bij deze oefening is dat je goed om je heen blijft kijken. Doe het rustig. Het hoeft niet hard. Mag te goed kijken, hè? Om de 3 seconden om je heen kijken. Dan moet de examinator een keer stoproepen. Dan heb je een probleem. Ja, dat was keurig. Super. Rechtsaf. Oké, Jan, dan gaan we nader het verkeersplein en dan mag je wel 3/4 rond richting Meppel rijden. Ja, en dan afslag Noord wil ik weer van de snelweg af, bij de MEC. Dus het plein 3/4 rond, richting Meppel blijven we volgen. Ja, afslag Noord eraf. Alright? Geen fijne plek om pech te krijgen. Nee, niet echt. De richting mag wel weer aanzetten. Meppel, hè? Was de opdracht. Toch?
rechtsaf uitvoegen. Nu bij de volle verkeerslichten weer rechtsaf. We gaan rechtsaf, Jan. Rechtsaf. En weer links. Ja, ze wil je echt laten voorrijden, jongen. Ik zou dan gewoon er gebruik van maken en dan gaan we. Gaan we. Ze wil je echt laten voorgaan, want ze vindt het niet fijn als je achteraan rijdt. Ik zou er geen probleem van maken. En dan weg rechts, hè? Links. Ja, omdat we wat over die drempels heen staan. Nee, dat moeten we niet. Helemaal niet. Hier kun je zat langer, hoor. Toch? Als je een beetje vlot bent. Ja, waarom niet? Is dat een probleem zo? Nee. Wat is je richting? Oh, dank u. Hoor je kop eens klaar? Ja. Even terug op de schakelaar. Ja. Aan linksaf. Waarom eis je je recht niet een beetje op? Hij heeft de obstakel toch op zijn weg gedeeld? Ik ook gedeeld, toch? Nee, echt niet. Met nee, joh, kom hierbij. Er staat niks op jouw weg gedeeld, alleen op, staat op de parkeerplaats. Richting, graag. Als zij het obstakel op hun weg gedeeld hebben, dan mag je best een beetje doordrukken. Hoor. Op een nette manier, moet wel heel blijven, maar je doet net alsof.
rechtsaf. Het verkeerslicht links en daarna gelijk weer rechts. Verkeerslicht links en daarna gelijk weer rechts. Ik zou hier achter blijven rijden, ik was. Gewoon rechts gaan rijden op het fietspad. Een half op het fietspad, een half op de weg, dan blokkeer je beide. Daarnaast gaan rijden heeft geen zin, denk je wel. Dat maakt jezelf moeilijk, joh. Huh? Toch? Ja. In één terug, even wachten, kan hem. Je moet met die stoeprand rekening houden, hè. Je moet even die auto weg laten gaan, dan kun jij die bocht groot maken. Dan laat je die stoeprand rusten. Dat zijn best wel hele scherpe stoeprand hier, hè. Zie je dat? Ja. Rechtsaf. Je zou rechts nog wat meer kunnen afsluiten, denk ik. Als je geleerd is, weet je, richting opnieuw aan als je afslaat. Ik wil naar de rotonde driekwart rond. Rotonde driekwart. Denk aan je voet op de koppeling. Ja, dank je. Richting naar links aan, graag. Dank u. Drie kwart rond richting naar links, hè. Dan weet iedereen dat je drie kwart rond wil. Je staat al een beetje op fietspad, denk je. Jan houdt in de gaten, hè. Want ik zie dat je al half op fietspad staat. Niet te ver. Nee, absoluut niet, joh. Absoluut niet. Je mag wel even rechtdoor als je wil. Ik ga een leuk straatje laten zien. Ja, netjes, keurig. Mag je hier linksaf. Wat ze vaak ook wat doen op examen is dat je even op examen dat je even een klein stukje smalle weg krijgt met wat geparkeerde auto's. Zoals bijvoorbeeld dit straatje, dat is ook een leuk straatje. Pak ze altijd wel even een keer erbij. Einde links, einde rechts. Einde links, einde rechts. Ja? Dat hield niet over met mijn spiegel. Hè? Maar het ene is keurig. Wat gezeten dan, hè? Ja, dat was minder geweest. Maar ik doe rustig aan, de koppeling erbij is helemaal geen probleem. Je hoeft daar niet hard langs, hoor. Je kon je vingers er amper tussen houden. Je rijdt over behoorlijk hard langs, eigenlijk. Ik zou er wel kalm aan doen als jij was. Je hoeft geen risico's te nemen, hoor. Yes? Het spul moet wel heel blijven. Nou, Steven kan wel. Mijn collega aan. Ja. Wat heel belangrijk is, en dat deed nou net niet. We gaan trouwens het volgende plein drie kwart rond. Die fietser reed langs ons in. Daar heb je helemaal niks van gezien, hè? Ja, ik zag dat zacht. Ja, heb je wel gezien. Oké. Okay. Even kijken voordat je weer verder rijdt, hè? Eigenlijk had ik hem af moeten sluiten. Nee, dat kan niet. Links, drie kwart rond. Nee, dat kan niet. Maar voordat je verder rijdt, moet je wel weer even opnieuw kijken. Dat is al super belangrijk. Want ik had niet echt de indruk dat jij die fiets zo goed door had. Later zag je wel, maar in het begin niet, hè? Toch? Wees eerlijk. Ja, ze was op een gegeven moment weg. Dat ja, dat bedoel ik. Ik zou voor het zebrapad wachten dat jij was. Je mag dan niets blokkeren. Oh. Ja, nu kun je wel. Hij heeft de richting aan, hè? Zij bedoel ik. Zij. Maar niks blokkeren, hè? Alles vrij laten. Zebrapad, fietspad.
netjes. Keurig. Doe maar, meneer. Je moet het maar treffen, hè? Ja. Oké. Mag je bij verkeerslicht rechtsaf? Verkeerslicht rechtsaf. Ja, je hebt nu hier op het kruispunt schuin weggezet. En dan ben je zicht op rechts kwijt. En de bedoeling is dat jij de combinatie recht laat staan voor het kruispunt. Toen maar, hè? Toen. En zicht houden op die rechterkant. Ja? Dan weet je ook dat je kunt oprijden. En nu kun je niks zien, hè? Je weet niet of je kunt oprijden of niet. Dus dat, hou hem recht, hè? Dat is goed voor het kruispunt stoppen en recht houden de combinatie. Ja? Hij kreeg net een ingreep, denk Jan, omdat die auto van rechts. Je kunt de bocht niet maken met een aandeelwagen, dus je moet je auto van rechts even voor laten gaan. En dan kun je pas oprijden. Ach, kruis met de oversteken, denk Jan. De DAF. Ja, ze hebben ook een Volvo. Mercedes en alles. Ja, keurig. Goed overal rekening mee gehouden. Nou, wil ik graag. Zie je dat parkeerbord hangen op die garage? Ja. Nou, wil ik graag dat je achteruit naar die deur toe rijdt en aandokt. Ja? We beginnen daar links van de weg. En dan mag je hem zo achteruit aandokken naar dat parkeerbord, naar die deur. Een meter van de deur af, in het midden voor die deur tot stilstand komen. Alright? Je mag altijd een keer strekken. Als je hem niet helemaal lekker hebt, mag je altijd even weer een stukje naar recht naar voren. Even recht trekken en dan weer naar achteren. Je mag met alle oefeningen één keer strekken. Hoe meet je dat af? Hoe ver moet je nog achteruit? Ik moet met mijn band volgen voor de schreef van de startplaat. Ja, dan sta je ongeveer een meter van de achterkant van de deur af. Hè? Ja, met je achterkant van de deur af. Ja, doe maar. Je kunt hier mooi de op meerdere plekken heb je dat in Zwolle, dat je de stuikomplaten kunt gebruiken om goed uit te komen voor de deur. Ja, perfect. Kruispunt links, kruispunt links.
Ja, ik zou gewoon rechtstreeks rechts uitkomen, dat is makkelijk. Gewoon in één keer? Een... Ja, waarom niet? Ja, dat is waar. Ja. Maakt jezelf moeilijk door eerst links uit te komen en dan op te schuiven naar rechts. Als het kan, gewoon gelijk in één keer goed uit. Ik denk aan je auto alleen ertussen ruimt. Hè? Als je stopt. Maar links uit. We gaan verderop bij de rotonde rechtsaf. Rotonde rechts. Ja, keurig. Je had goed door dat die fietsen niet rechts binnen doorkwam, hè? Keurig. Heel belangrijk, hè? Ja, ik denk dat gebeurt me niet nog. We gaan rechts. Rechts op. Heel, voel je dat die aanwagen van de hoogste brand afloopt? Ja. Probeer dat zo te doen. Maar rechts hier, ja. Probeer dat zo te doen dat je dus van de lage stoeprand afloopt. Die bocht zo maken dat je een lagere stoeprand pakt. Ja? En je einde weg rechts. Ja, heel belangrijk dat je even voordat je afslaat even rechts de weg in kijkt of je er ook wel in kunt, hè. Omdat je helemaal op de linker rijstrook komt, ja, dus dan moet je wel even kijken of er ook wat aankomt, hè. Omdat je die bocht ruim moet maken. Ja, keurig. Netjes. Ja hoor, bingo. Of ze het erom doen, hè? Ja. Nou, mij zie je ook nog even. Of ze het erom doen. Links. Dus rechtsaf en daarna weer linksaf. Ook een lekker kruispunt dit, hè? Overzichtelijk. Ja. Fijn. Behoorlijk hard rijden. Ja, netjes. Nog verder op de Voringsweg volgen. De Voringsweg volgen. Link, hè? Link. Je liet je gelukkig niet afleiden. Ik zat je een beetje te focussen op die voorrangsweg. Ja, dus eigenlijk, dan hoop ik eigenlijk dat jij dan dat eerste kruispunt vergeet. Maar gelukkig trapte je daar niet in. Oké, we zijn weer terug. Henk-Jan, mag je hem weer vooruit tussen die auto's zetten daar verderop. Oké, okay. Gaan we het examen even bespreken. Hoe vond je het gaan? Goed. Redelijk goed, hè? Ja. Ja, vond ik ook wel. Ja, wel, was netjes. Best wel een mooi stukje rijden laten zien. Een paar dingetjes, maar goed. Ja, dat, ja. Dat mag ook, hè. Het is een proefexamen. Daarom. Oké. Okay. Jan, mag je hem even afkoppelen? Ja.
Tot elkaar.